Naar deze nieuwe video. Het is vandaag zaterdag 6 april. En dat betekent dat Kieran en ik eindelijk naar Curaçao gaan. We hebben afgelopen december hebben geboekt. En we gingen echt elke keer de weken aftellen. En vandaag gaan we er gewoon eindelijk naartoe. Biep die loopt daar voor 5 maanden stage. Dat is een vriendin van ons. En zij is woensdagjarig. Dus we gaan haar opzoeken met haar verjaardag op Curaçao. Superleuk. Roos en Kiki, dat zijn 2 andere vriendinnetjes van Biep. Die wij ook weer kennen. Die zitten er ook. En maandag komt Zoe ook. Dus we zijn echt met een leuke, gezellige groep. Ik heb er mega veel zin in. Het is nu 7:45. Mijn vader die gaat ons brengen. Die is hier als het goed is rond 11:00. Dus ik ga me eventjes een beetje soort van klaarmaken. Ik wil namelijk nog in die lesjes op gaan plakken voordat ik ga. Ik heb dit dus ooit 1 keer eerder geprobeerd. En ik dacht, dit is misschien voor op vakantie heel erg chill. Dus geen samenwerking of iets, maar ik wilde het gewoon heel erg graag doen voordat ik op vakantie ging. Want het schijnt dus 8 dagen te blijven zitten. En wij gaan precies van zaterdag tot zaterdag, dus 7 dagen. Dus als het goed is, zouden ze dus heel de week mijn wimpers mooi moeten zitten. Ik denk dat ik deze ga doen. Want hier heb je ook verschillende lengtes van. En ik wil het niet te extreem en overdreven. Ik heb gisteren echt super last minute voor mij. En dan heb ik mijn koffer ingepakt. Normaal doe ik dit echt altijd 2 weken van tevoren of zo. En nu gisteren pas. Maar het is gelukt. Kier is gisteren ook langs geweest om haar spullen te brengen. Want we hebben allebei een eigen handbagage. En dan hebben we een koffer van 30 kilo om nog samen te delen. 1 keer in mijn leven zo ver gevlogen. Dat was naar Bonaire. Dat was nog langer, want we hadden een tussenstop op Curaçao. En nu landen we natuurlijk op Curaçao. We hebben ook een auto gehuurd. Dus als we daar aankomen, staat dat verhuurbedrijf ook gelijk klaar. Als het goed is om ons naar onze auto te brengen. Dus dat is wel echt mega chill. Maar goed, jullie gaan het gewoon allemaal meemaken. Ik ga proberen dagvlogs te maken. Ik vind het met de heen- en terugreis wel een beetje lastig. Want vandaag is gewoon heel de dag vliegen. Dus ik weet niet hoe boeiend deze week of deze dagvlog gaat worden. Maar ik ga gewoon proberen van elke dag een leuke dagvlog te maken. Dus ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. En dan ga ik jullie deze hele week meenemen op onze reisje naar Curaçao. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar mijn wimpers zitten erop. Ik moet er wel eventjes een beetje aan wennen bij mezelf. Maar ik vind het wel echt mooi. Ik moet natuurlijk even mijn wenkbrauwen doen. Verder ga ik geen make-up op doen, want we gaan natuurlijk heel lang vliegen. Maar ik denk dat ik dit wel heel erg chill vind voor op vakantie. 'S Ochtends hoef ik dan gewoon niks te doen. Even mijn wenkbrauwen door te borstelen. En ik kan de deur uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk draag ik nooit mascara op vakantie overdag. Maar ik dacht, dit is misschien wel chill en leuk voor een keertje. Onze koffer ligt klaar. Deze delen we dus samen. Dus keer de kant en dit is mijn kant. En we hebben 30 kilo. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Want we hebben hier alleen qua zware dingen onze toilettassen ingedaan. En verder is het allemaal kleding. En dan heb ik hier nog mijn eigen handbagagekoffer. Ik heb hier allemaal tassen. Deze heeft Rowan dus voor mij gemaakt. Echt zo super lief en knap dat ze dit kan. Ik vind dit zo leuk. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Die kwam ze gisteren nog brengen, dus die gaat sowieso mee. En dan heb ik hier nog bikinis, haarhanddoek, tasjes. Hier heb ik wat sieraden voor samenwerking. Hier heb ik andere handige dingetjes. En hier zit nog mijn neppe Miu Miu pet. Hakjes, pyjama, slippertjes, sokken, dat soort dingetjes. Oh, en zonnebrillen. Ik wilde eerst een inpakvideo maken, maar ik had deze week gewoon best wel druk met dingetjes die ik nog moest doen. Dus dat heb ik niet gered. Dus ja, maar goed, ik ga ook elke dag vlogs maken op TikTok. Dus daar gaan jullie ook natuurlijk zien wat ik aan heb en wat ik mee heb. Ik neem als handbagage neem ik dit mee. En hier zit mijn Loewe tas in, want die wil ik ook heel graag mee. Maar die is gewoon best wel lastig in je koffer te doen. En super lief van mijn vader. Mochten we zijn iPad lenen. Want ja, we moeten natuurlijk best wel lang vliegen. En er staan misschien niet altijd films op het tv'tje die je leuk vindt. Dus ik heb eventjes allemaal leuke films gedownload op Videoland. Kieran en ik houden echt allebei heel erg van Nederlandse films. Dus dat komt goed. Dus ik heb deze 4 eventjes gedownload. En op Netflix heb ik er ook een aantal. We hebben in totaal 11 films. Dus ik denk dat dat wel goed moet komen. Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, ik heb mijn outfit aangetrokken. Lekker chill pakje voor te vliegen. En dan doe ik nog die trui eroverheen. En ik heb nog eventjes deze tas gepakt. En dan heb ik hierin die tas. Want dit is ook een chille tas voor als strandtas. En ja, daar past gewoon lekker veel in. Dus dat neem ik mee als handbagage. Ik denk dat we alles wel hebben. Ja, ik ben zo bang dat we dingen vergeten. Maar aan de andere kant heb ik ook het idee dat we zoveel te veel mee hebben. We gaan het zien. En alles wat we vergeten zijn, kunnen we daar kopen. Maar ik denk niet dat we iets zijn vergeten. Ik ga wachten. Mijn moeder die komt zo meteen nog eventjes langs. Ik moet even gedag zeggen.
En dan is om 11 uur mijn vader hier. Het is pas 9 uur. Dus ik heb nog alle tijd van de wereld. Echt zoveel zin in. Gewoon even lekker naar de zon. Lekker op het strand liggen. Lekker cocktails drinken. Lekker bruin worden. Piep zien. Leuk feestjes. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Wij zijn op het vliegtuig. Ja. Heb je laptop mee? Nee, maar dan ga ik niet thuis doen. Oh ja. Ik had even Gio in mijn hoofd. Wij zijn op het vliegveld en we hebben net even lekker een broodje gegeten. En we kunnen al over een half uur boarden. Dus het gaat snel. En het is echt heerlijk weer. We zitten even lekker hier te genieten hier ook. Van uitje. Kijk, daar landt er eentje. En we hebben net even oortjes gekocht, maar we kregen dus een berichtje van Corinne omdat die koptelefoons niet beschikbaar zijn. Maar zijn ze sowieso niet beschikbaar? Nee, ja, dat we ze niet krijgen in de vlucht. Oh, ik dacht dat ze misschien anders te weinig hadden. Nee, we krijgen niet in de vlucht. Jongens, het is 2 uur 's nachts en bij ons kwart over twee. We zijn geland. We zijn nu eventjes op onze tak of op onze. We hebben een auto gehuurd en die vrouw komt ons ophalen en dan brengt ze ons naar de auto toe. Dus dat is heel chill. Maar daar zijn we nu even op aan het wachten en dan gaan we naar het hotel, resort. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Is ja, het een resort? Het voor mij is het een resort. Zin. Wij zitten te ontbijten bij 6 en we hebben allebei een roereitje en een croissantje. We hebben allebei lekker hetzelfde. Echt precies lekker hetzelfde, ook het drinken. Ja, nou, het is lekker makkelijk voor de bediening. Ja. Het is vandaag zondag, 7 april. En wij gaan op een boot vandaag. En mijn camera was ik in de auto vergeten, dus ik kon vanmorgen niet echt wat filmen, maar ik zal van onze kamer laten zien. Het is niet heel groot, maar het is prima. Ik kom hier binnen. Er staat vooral een bed. Ja, een bed. Dan hebben we daar een balkonnetje naar buiten. Dat is wel lekker. We verblijven trouwens in Livingstone. Bij Jan Tiem. Even vluchtkleding wassen. Oh ja. Anders doen we dat toch vanavond als we gaan douchen. Kast. En hier de badkamer. Die is wel echt groot, de badkamer. En lekker schoon. Ik weet niet of je net hebben ingewerkt. Nee, grapje, dat had ik al gedaan. Maar het is dus vandaag zondag. En je hebt dus in januari heb je het echte fuik. En elke zondag is een soort van namaak. Of nou, niet naam. Hoe zeg je dat? Gewoon de niet-officiële. Nee, het is gewoon een soort mini-fuik. Mini-fuik. Zeg maar, het is niet per se zo groot. Maar nee. Er kunnen wel wat andere boten en zo zijn. Ja, het is niet het echte fuik, maar wel een soort van. Ja. Dus daar gaan we vandaag naartoe. Dus dat is heel erg leuk. Met Wiep, Sterre, dat is het vriendinnetje waar Biba hier mee stage loopt. Dan nog een meisje van haar werk. En dan Roos en Kiki, dat zijn het vriendinnetje van Biba uit Nederland. En die kennen wij ook weer, dat is ook leuk. Ik heb dit blouseje aan van de Zara. Een shortje ook van de Zara. En dan heb ik deze bikini van Bayou. Alleen er zitten allemaal zonnebrandvlekken op. Dus dat is leuk. We hebben onze tas gepakt met zonnebrand. We hebben even wat waterflesjes gehaald bij de Albert Heijn. Een soort Albert Heijn hier. En dan gaan we er zo heen lopen. We gaan dus eerst met die meiden even lunchen bij Kokos. We hebben net ontbeten bij 6. En Kokos is hier heel erg dichtbij, dus we kunnen wel lekker lopen. En dan lopen we daarna dus naar de haven, want daar gaan we dus op die boot stappen. Dus helemaal leuk. Ik neem mijn camera denk ik niet mee op die boot. Want ik weet niet wat voor tijd en ik het gaat worden. Dus ga ik gewoon alles met mijn telefoon filmen. Filmen! Het is vandaag maandag 8 april. En gisteren was zo'n, ja, wel een beetje chaosdag. Ja. Ik kon natuurlijk niet echt mijn camera meenemen, want we gingen op de boot. Want in het begin dachten we echt, toen we eraan kwamen, van oké, wat is dit? Maar uiteindelijk was het wel gezellig.
En we lagen echt om 9:15 in bed, want we waren zo moe. En het beeld van elkaar was echt heel blauw. Maar goed, vandaag gaan we lekker heel erg bij Cabana liggen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. We gaan zo meteen eerst bij Bliss the Berry ontbijten. Dan gaan we daar bij Cabana liggen, want dat zit dus naast elkaar. En ik heb vandaag deze bikini aan van Triangle. Deze hele lange rok van Naked. En Kerst ook alles van Naked. Nee, dat broekje weet ik niet. Maar die van Radio? Die boutique of zo. Ja, ik denk van Tess 4 of zo. Dus, oh, dus nu is het licht beter. Het is nu 8:00. We zijn elke keer zo vroeg wakker. Gisteren gingen we dus om 10:00 slapen. We lagen wel om 9:15 in bed. En hoe laat waren we wakker? 5:00? Ja. 5:00. Dat was een uitslaap. Ja, dit was echt uitslaap. Ik werd ook wakker en toen dacht ik, oh, ik had het sowieso pas 2:00. Want we gingen al om 10:00 slapen. Maar toen was het 5:00. Nou, ik was zo blij. Maar goed, wij gaan naar het ontbijt toe bij Bliss the Berry. En dan gaan we lekker heel dag op het strand liggen. Wij zitten bij het ontbijt bij Bliss the Berry. We hebben er als eerst één mieter. Ja. We hebben dus ijslatten met karamel. Oeh. Ik dacht, ik ga heel aesthetic lopen doen. Nee, het ziet er wel leuk uit, maar het is aan mijn kant. Oh ja. Oeh, lekker. Ja? Ja, heel lekker. Kijk eens jongens, hoe lekker. Jij hebt een normale acai-bol. En ik heb de Tropic, volgens mij. Maar heb je wel... Wat is dit dan? Wat is dit? Weet ik niet, ga ik zo zien. Beetje. Ik ben een beetje rood. Maar we hebben ons eventjes klaargemaakt. Ik heb, oh, dit zie je natuurlijk echt voor helemaal geen mito. Kijk, kan ik jullie hier naar zitten? Ja. Ik heb deze lange rok aan van de Stradivarius. Met dit topje van de Zara. En Rowan had dus heel lief voor mij een tasje gemaakt. Dus die ga ik meenemen. En we gaan nu met Biep gaan we uit eten bij Mood. M-O-O-D. Er schijnt dus heel erg lekker sushi te kunnen eten. Lekker. 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 Oh, en mijn oorbellen zijn van Le Vere. Volgens mij, ja. Wat heb jij aan Kirsten de Ridder? Ze zegt, zijn jullie klaar? Zijn jullie ready? We're born ready, douchey. We're ready. Keer heeft een topje aan van Naked, tas van Naked, broekje van de Zara. Oh my god, hoe weet je dat? Ik ben een fashion kenner. En mijn Havaianas. Wij gaan lekker met z'n drietjes uit eten. Morgenochtend gaan we hiken. Hiken. 5:00 ochtends. Aangezien we toch elke dag om 4:00 s'nachts wakker worden. Ja, ik heb ons een gekke verklaring, maar we gaan toch. Are you ready? Tante Treuzel, tante. Heb jij de daar? Heb jij de autosleutel? Nee. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 9 april. 4:45 en we hebben de wekker gezet, want we gaan de Christopherberg lopen, klimmen, lopen. En dit was echt de eerste ochtend dat we allebei wakker werden en dat we dachten, als de wekker niet was gaan, hadden we eindelijk wel een beetje uit kunnen slapen. Ja, wat is het zo raar. Zullen we onze sportkleren aan? Nou, ik heb nog mijn slaaptopje aan. Oh, een keer nog een slaaptopje aan. En we hebben afgesproken om bij de Christopherberg te meten. Dus we gaan ons eventjes klaarmaken. We nemen ook gelijk onze strandspullen en zo mee. Want daarna gaan we daar ook snorkelen. Ja.
Weet hoe je survived. Oh, kan dit? Nou, we hebben eerst de Christopherberg gelopen. De terugweg viel mee. De heenweg hadden we wel even een paar pauze momentjes nog. En Kiernik zijn onze normale klim vergeten. Dus we zitten er even zo bij. Oh my god, dat was echt zo'n groot beest. De staart lag wel alleen nog. En daarna zijn we naar Playa Grande gegaan. Nog met Kiki en Roos. En zijn we met schildpadden gaan zwemmen. Zat veel. Kijk hoe veel. Ja, heel veel zwerfhonden. Oh, dat is een schaap en een geit. Oh. En nu gaan we naar Casabau. Gaan we daar lekker op het strand liggen. Het is echt 10:15 en het voelt echt alsof we er al een hele dag op hebben. Ja, waarom 5 uur al de deur uit? Ja, waarom 6:30? Nee, 6:30 aan het hiken. Toch? Ja, 6:30. Ja, het was een uur rijden. Maar dat was wel leuk om gedaan te hebben. En nu gaan we lekker heel de dag wel verdiend op het strand liggen. En even wat aan dit gezicht doen, want bruin zijn we nog niet. Ook. Ja, dag. Hou op. Ja, laatst op de camera. In je vlog zei je laatst ook zo, lijkt wel spook. Toen dacht ik, ik weet niet wat jij zegt. Maar die camera ziet er heel anders uit. Ik ben best wel bruin geworden vandaag. Maar het is woensdag. Ik moest even nadenken. Vandaag niet echt gevlogd. Mijn intentie was ook om allemaal dagvlogs te maken. Maar ik weet toch dat ik er 1 vakantievlog ga van gaan maken. Het is overdag gewoon zo warm en je bent met zoveel mensen dat je gewoon... Ja, en je doet geen kloten. Nee, en ook gewoon bijvoorbeeld gisteren waren we ook heel de dag met mensen. Ja, dan ga ik niet die camera pakken. Vandaag had het gekund met jou en Joey, maar... Ja. Gisteren waren we ook met allemaal andere mensen. Dus niet echt gedaan. Maar goed, wij zijn vandaag met Joey naar Cabana geweest. Hebben heel de dag gelegen bij Biep. Dus heel erg lekker, wel mega warm. UV-index was 12. Dus we hebben weer gesmeerd voor ons leven. Met factor 50. Factor fucking 50, ja. En we hebben ons nu eventjes klaargemaakt. Ik heb dit topje aan van de Zara. Oorbelletjes van Le Veur. En dan gewoon een shortje. Want wij gaan zo meteen... Ik weet niet met wie allemaal, maar we gaan zo meteen in ieder geval eten bij Hemingway. Ik weet niet met wie allemaal. In ieder geval met Zoe en Biwa gaan we eten. Ik denk Kiki en Roos ook wel misschien. Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Maar in ieder geval met Zoe en Biwa gaan we bij Hemingway avond eten. En dan daarna is er een feestje bij Cabana, want het is Cabana Night. Dat duurt tot 12 en dan daarna gaan we door naar Madero. Dat is ook een feestje, dat zit ernaast. En dat duurt tot 2, want op 12 uur is Biep jarig. Dus dat is wel heel erg leuk. Oh ja, we zijn weer vergeten. Vanmorgen. Hoe laat waren we wakker? Kwart over zes, recordje. Ik zei tegen jou vanmorgen, ik ben ook al wakker. Ja. We hebben Stels even gehaald eerste dag al. Zijn die nu even aan het opdrinken en even aan het wachten tot we teken krijgen. Hoe laten we gaan afspreken? Tot we een sein krijgen. En we hebben gehoord dat het heel warm is bij Cabana, dus ik heb echt iets zo luchtig mogelijk aan. Dit is niet eens heel luchtig. Maar het is wel leuk. Period. Maar goed, ik ga er dus gewoon een vakantievlog van maken. We zijn er nog 2 dagen. Dus ik ga proberen de laatste dagen heel veel te filmen. Morgen wordt ook wel leuk. Dan gaan we naar Papagayo. Daar zijn we nog niet geweest. Op loopafstand. Ja, dus hier lekker dichtbij. En s'avonds gaan we met z'n allen uit eten. En daarna hebben we nog een feestje in... Ja, mijn moet je... Barpé. Oh ja. Barpé. Oh ja, ik zei Barpé. Barpé. Dus lijkt als ook gezegd, maar morgen is natuurlijk Biep zijn verjaardag. Dus ook leuk. En vanavond komen Vanessa en René. Dat zijn 2 collega's van Zoe. En mij. Ja, maar eigenlijk niet. Andere niet zelfs afdeling. Maar René is ook andere afdelingen. Een hele goeie rijlemorgen, Kirsten. Hallo. Het is vandaag donderdag. Vandaag is piepjarig. Wat? En we hebben voor het eerst iets langer geslapen, tot 7:30. Maar we sliepen ook pas om 2:30.
En we gaan vandaag met z'n allen bij Papagayo liggen. Superleuk met Keer, Zoe, Biep, Kiki, Roos, Sterre, Jill. En misschien dat Vanessa en René ook komen volgens mij. Want we moesten 10 bedjes reserveren. 10. Weet je, komen ze snel. Maar goed, we gaan dus vandaag daar liggen. En ik heb vandaag mijn nieuwe lievelingsbikini aan. Deze van Bayou de Label. Shirtje van de Zara, broek van Naked. Helemaal leuk. Vandaag is onze laatste volle dag. Want morgenavond vliegen we naar huis. Dus er mag nog wel wat aan dit kleurtje gedaan worden. Ik moet zeggen, op camera lijken we wel echt bleker dan dat we zijn. Ja, we're tanned. Kinda tanned. Dus vandaag gaan we de hele dag op het strand liggen. Vanavond gaan we uit eten. Waarschijnlijk volgens mij bij de gouverneurs, Abby. But I'm not sure about that. We liggen bij Papagayo. Met z'n tienen. Kijk, iedereen helemaal in de pret. Hele rij. De hele stoet hebben we onze eigen bonbonstoel. En we gaan even lekker wat eten bestellen. En we liggen dus in een cabana liggen. Ja, in zo'n lichtje. We proberen nog een beetje bruin te worden deze laatste dagen. Maar wat wil ik? Dat is wel aardig hoor. En de onderkant, maar vanaf hier naar boven. Ja. Dit is wel van mij. Genoeg. Het is wel echt aardig gekleurd hoor, nu. Dit. Ja. En vanavond gaan we gezellig met Tina ook bij de gouverneur eten. Dus ook lekker en gezellig. Gaan we met z'n 9 uur gaan. Jules, ik ga nog even kijken. Oh. Misschien gaat ze mee. Happy birthday to you, even beep.